Dag allemaal, terug bij de EO op Nederland 1. Kunt u zo dadelijk bij ons kijken naar de vierde aflevering alweer van die schitterende natuurdocumentaire getiteld Overleven in de natuur. Heel toepasselijk vanavond, want het gaat over jagen en ontkomen. Nou denkt u misschien bij jagen ook meteen aan leeuwen en cheetahs die gazellen en antilopen achterna zitten, maar het gaat bijvoorbeeld ook over de jacht van een orka op een jong zeehondje en een heleboel andere dieren en hun specifieke, vaak opzienbarende aanval- en verdedigingstechnieken. Voordat we gaan kijken naar die vierde aflevering, nu eerst even de onderwerpen zoals u ze straks aantreft in Tijd zijn 2. Gaat er in Madrid een wonder gebeuren? Dat is de spannende vraag als morgen in de Spaanse hoofdstad Israël en de Arabische buren elkaar gaan ontmoeten. Vrede in het Midden-Oosten, wie weet. Maar in ruil voor die vrede zal Israël land moeten afstaan. De Golan, de Westbank en misschien wel een stuk van Jeruzalem. Kan Israël dat en wil Israël dat? Straks in Tijd zijn reportages uit de zogenaamde bezette gebieden en analyses over de vredeskansen. Nu eerst over leven in de natuur, die goed bekeken en hooggewaardeerde natuurdocumentaires van de Evangelische Omroep.